Costours wacht op assistentie. Is dit geen hens? Schot van Vicario. Den Bosch blijft wel in balbezit. Dan moet de bal voorkomen. En dat lukt niet. Toch weer een moment van dreiging van de thuisploeg. Dat nu heel veel ruimte heeft aan de rechterkant. Het meenemen, het controleren van de bal is dan net niet lekker. En zo is de volgende mogelijkheid niet benut. Dit keer door Daryl van Michum. Hier, Vicario. Toch tegen de arm, zo lijkt het mij, van Van Hinten. Costors hier de bal breed legt. Vicario, ja, het is de schouder. Goed gezien van scheidsrechter Van der Rijk. Die vervolgens dat wel weer herstelt. Voorlopig, want daar is Jort van der Zanden. Is er ruimte voor het schot? Ja, dat is er. Maar dat schot gaat over. Het schot van Justin Che. Vicario. Dat is een hele matige kaats van Ulateman. Die daarna de overtreding maakt. Vrije trap verrassend snel genomen. Jari Vlak en de Jari Vlak scoort. Een verrassende vrije trap van ADO Den Haag zet de ploeg van Kalasic op voorsprong. Iedereen verwacht een voorzet richting Veerman. Maar er is er heel veel ruimte bij Jari Vlak. Ja, en die heeft een goed schot in huis. Che. Lage voorzet. Hij blijft hangen die bal. En Van der Zanden net niet. Maros laat zich aftroeven. Door Che. Dit is Van Michum. Van Michum op zoek naar zijn linker. Het inspelen naar Veerman. Terugleg op Van der Zanden. En dan is het Christian Hedgie die de 2-0 voorkomt. Goeie ingreep daar van Tares Asante. En dan kan hij ook doorgaan. Als hij de bal terugkrijgt van Van Michum. Blijft op de been. Veerman. Tussen vier man in nu. Even terug naar Van Michum. Ideaal laag schot. Dat kan gepakt worden door de Hongaarse keeper Hedgie van FC Den Bosch. Vicario. Verliest dat duel van Jari Vlak. Vlak. Geeft die bal mee in de loop van zijn dorpsgenoot Veerman. En de arm vanuit de tweede lijn. Een geweldig schot daar, zeg, van Justin Che. Vlak ziet de ruimte bij Veerman. Dan lijkt de aanval hier voorbij, maar Justin Che, de Amerikaan, met een geweldig schot van afstand. De Duitse verdediger Henning, dat is toch een hele handige actie hoor, van Joel Ideo. Die dan vanaf de achterlijn zelf probeert te schieten. Henning is daar met het been van Christian Hedgie. Een korte vrijtrap van Van Michum, Soumeli. Che. Terug naar Van Michum. Dan zal die bal toch een keer voor het doel moeten komen. Of Che moet zelf schieten, dat scheelt me heel weinig. Met links die bal naar binnen draaiend. Toen was dit bijna de 2-0 voor ADO. Van Hintem komt door. Joel Ideo. Constant dan. Ricardo Hengeling in de buurt. Vlak. Ideo. Ja, veel tijd om die bal aan te nemen heeft hij niet. Krijgt hem toch bij Veerman. Laros roeit die bal in de voeten van Justin Che. En ja, hij probeert het maar weer een keer, Justin Che. En Van Michum komt door. Nu wel een hoekschop voor ADO Den Haag. Van Michum draait die bal naar binnen. Daar is Henk Veerman. Wie anders? Voor al uw lastige klusjes, bel Henk Veerman. Hij is nog niet echt in stelling gebracht. De hele wedstrijd niet. Maar knikt die bal nu heel fraai achterover zo. Een schampertje. Hij telt wel nummertje 16 van het seizoen voor Henk Veerman. Daar is geen Veerman, maar wel Baem die tegen de paal schiet. Ideo dan vervolgens en de redding vanaf de doellijn. Wegdraaiende vrije trap. De kopbal is van Baem tegen de paal.
En dan van dichtbij Ideo. En een knappe redding nog van de Hongaarse keeper van Den Bosch, Christian Hedgie. Ideo voorbij Henning. Kan die ook nog naar binnen snijden? Legt hij terug richting Van Michum. Daar is de uithaal van... het is Van Hintem zelfs die daar schiet. Kasper Kostors. Vicario. En Henning. Het is al van heel lang geleden dat we zoveel spelers van Den Bosch in de buurt hebben gezien. Van de 16 bij ADO Den Haag. Dit schot is op de lat. Prima actie van Jaron Vicario. En daar is het applaus voor Timothy de Rijk. Kultheld van ADO Den Haag. Die zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag speelde in mei 2016. Die zou nog wel eens ook heel belangrijk kunnen gaan worden voor ADO Den Haag in het vervolg van dit seizoen. Van der Zanden kan die bal zomaar oppikken. Daar is nu heel veel ruimte voor Asante. De centrale verdediger die dan het maar zelf eens probeert en naschiet. Want daar is Veerman. Slimme bal, buitenkantje rechts. Redding weer met het been van Christian Hedgie. Schot geblokt. Slimme actie van Kudusu. Daar is Van der Zanden. Als ADO dit slim uitspeelt, kan het zelfs op 3-0 komen. Kudusu, ja! Henry Kudusu gooit de wedstrijd helemaal in het slot. Voor zover er nog twijfel over was. Jort van der Zanden houdt keurig het overzicht en Kudusu is doorgelopen en maakt het dan ook fraai af voor met rechts. ADO Den Haag wint met 3-0 van FC Den Bosch en lijkt klaar voor de topper van komende week als het op bezoek gaat bij Willem II.